Yo mensen, Jarask hier en wacht bij weer een nieuw live gameplay hier natuurlijk op Call of Duty Black Ops. Vandaag spelen we free-for-all potje, maar Fire Race gaan spelen met de AK-74U. Het is een submachine gun, super sterk, super chill, super awesome om te gebruiken. En dit wapen moet jij als je Black Ops 1 wil spelen en wil erop afrennen ook gewoon gebruiken. Dus ik heb de kles aangemaakt, ik heb rapid fire op staan, zodat de kogels er veel sneller uitschieten natuurlijk. En zodat daardoor de damage natuurlijk ook weer hoger wordt. De damage van het wapen zelf wordt niet hoger, maar doordat de kogels er sneller uitkomen, zodat je sneller dan de enemy kan killen, wordt natuurlijk... eigenlijk de damage hoger. De damage blijft gewoon hetzelfde, maar ja, je snapt wel wat ik bedoel. Oké, maar spelen maar Fire Range. Lees ik een klein mapje natuurlijk. En dan hoop ik dat het gaat lukken, man. Dan spant er altijd eentje hier, hoor. Oké, die is naar links gelopen. Maat, kom eens hier. Kom eens hier. Kom dan. Dankjewel. Oh shit, Final Stand. Oké, die is meteen opletten geblazen, want ze gebruiken dus Final Stand. Kukjes, man. Zo schijt irritant, hè. Final Stand, of Last Stand heet het zelfs in het spel, volgens mij. Dat zit er al in sinds Call of Duty 4. Maar het is uiterst, uiterst irritant, zoals je kan zien. Want die vent die gebruikt het ook. Jongens, stop alsjeblieft even met die shit. Kijk, hij ligt hier gewoon, midden in de map, is de Final Stand. En je kan er niet heel veel tegen doen, want het is ook bugged. Die Final Stand is bugged. Wat ik daarmee bedoel is, op het moment, er komen de twee aan, dus even blijven wachten. Op het moment dat jij in... Ren nou niet weg voor me. Op het moment dat jij in Final Stand valt, of op het moment dat de enemy die jij dus hebt neergeknald in Final Stand valt, kan je hem niet raken. Maar op het moment dat hij aan het vallen is, kan hij jou wel raken. Dus ik weet niet wat Call of Duty heeft gedaan met de perk Final Stand, maar er klopt dus eigenlijk helemaal niks van. Je ziet het, ik raakte hem gewoon terwijl hij aan het vallen was. Maar er komt geen damage op omdat die Final Stand of die Last Stand, hoe je het ook wil noemen, bugged is. En het is niet alleen in de enige echte Black Ops 1 het geval, maar het is ook het geval in Modern Warfare 3 als ze in Final Stand flikkeren. Het is ook het geval in Call of Duty 4 als ze in Final Stand flikkeren. Dus ze hebben die perk teruggebracht in andere Call of Duty's, maar nog steeds is die bugged. En ik snap niet waarom ze dus dat niet hebben geüpdate, want het slaat dus helemaal nergens op. Maar ja, dat is Call of Duty's een perk. En ik vind het echt één klote perk om überhaupt te gebruiken. En sowieso om tegen te komen. Ik vind gewoon dat soort dingen moet je eigenlijk gewoon niet gebruiken. Net zoals, hoe heet dat? Deadman's Hand in Modern Warfare 3. Dat is ook een deadstreak waarvan je denkt van, maat, moet je dat nou gebruiken of gebruik het gewoon om mensen te irriteren, weet je wel? En ja, dat vind ik zo schijt irritant als mensen dat ding gebruiken. Maar, je ziet het, AK-74U is een super chill wapen. Ik heb wel de rapid fire erop staan, dus een recoil wordt ietsje meer natuurlijk. Maar alsnog blijft het gewoon echt een uber chill ding. Want je ziet gewoon hoe snel ik mensen kill, joh. Ik kom naar ze toe rennen, ik knal een paar kogeltjes in ze en bam, ze zijn meteen dood. En hier ligt er eentje in het hoekje te campen. Oh, wacht, die zit hierin. Oh, je bent bijna dood, maat. Blijf gewoon zitten, joh. Hey, bingo. Hij bleef gewoon staan, joh. Die vent die dacht ook, weet je, ik word beschoten, maar... Ik blijf gewoon lekker zitten hier, joh. Ik zit hier wel goed. Ik blijf lekker staan waar ik sta. En dan zie ik het vanzelf hoe het verder gaat aflopen, joh. Maar hij was dood. Dan gaat het om. En jij bent ook meteen dood. En je kijkt er hoe sterk dit ding is. En dan staat er de Claymore. Ah. Dat zijn van die deads, jongen. Pff, Claymore. Claymore. Zo irritant, hè. Zelfs als Final Stand. Final Stand, Claymores. We kunnen zo nog over doorgaan, volgens mij, joh. Hier, Final Stand. Let's go. Het is zo raar hè, dat het nog steeds dan bugged is. Dat ze dat nog steeds niet hebben geüpdate. Wat ze in het spel wel hebben geüpdate aan die Final Stand. Is als ik iemand in Final Stand schiet. En een enemy of een teammate of wat dan ook. Killt die persoon die dus in Final Stand lag. Dan krijg ik nog wel de kill. Dus dat hebben ze wel geüpdate bij dit spel. En dat is niet geüpdate bij Modern Warfare 3. Dus ze hebben wel iets eraan gedaan. Maar alsnog, ze moeten dat gewoon helemaal uit het spel halen, joh. Kom dan. Nou, komt hij nou niet of wat? Oh jawel, je komt wel. Goed gedaan, jongen. Ik zat hem even op te wachten, want ik wist dat hij daar stond. Dan ga ik er ook niet zomaar natuurlijk op afrennen. Kom op, napalmtje. Ik heb vertrouwen in je. Er speelt één iemand met Ghost. Dus ik weet niet waar hij naartoe is gelopen. Nou, daar dus. Zie je, die vent die speelt met Ghost, man. Die kan je niet zien op mijn UAV. Dus ik moet die vent even in de gaten houden. Dat is de enige. De rest die kan ik makkelijk killen, joh. En jij kreeg een granaat op je hoofd gestukt, maat. Ik denk niet dat hij daar zo blij mee was. Nou loopt hij weer met zijn Ghost. Let's go. Nieuwe Blackbird is alweer binnen. Hup, inroepen die shit. En het gaat lekker, joh. Het is een heerlijk, heerlijk potje, joh. Holy shit, die ding is sterk. Je killt echt mensen razendsnel ermee. En weer een Claymore, hè. Rot nou op, man, met die kutdingen. Maat. Niet oprotten met je Final Stand. Ze hebben die Claymores gewoon overal random in die map neergezet. En dan denken ze van, ja, er loopt weer iemand in. Woo! En dan hebben ze weer een killetje erbij. Maar deze keer ging die mis. En dan gaan we even deze kant op. Mag ik die sniper killen? Dankjewel. En mag ik die andere ook killen? Kom maar. Oh, Final Stand. Even reloaden, even rustig aan. Eén kogel schieten en hij is dood. Zo. Irritant, jongen. Ze flikkeren er ook gewoon in, hè. Hé, hey, snipertje, alles goed, jongen. Nog 3 kills en hebben we alweer gewonnen, man. Dit is een heel snel free-for-all potje. Op de firing range. Dus ik moet nog 3 kills pakken.
Hop, tijdens weer een. Staat er hier nog eentje claymore? Natuurlijk joh, waarom ook niet joh? Zet dat ding gewoon midden in de map neer. Wie weet loopt er iemand doorheen. Hoppatee. En moeten we nog één keer, dan hebben we dit potje alweer gewonnen, man. Komt hij hier? Nee, dan komt hij daar. Sowieso. Even een neetje gooien. Want ik wil nu niet doodgaan. Ik wil eindigen met deze mooie score. Niet meer doodgaan nu. Oh! Dat is toch één grote grap, man. Ik zit de hele tijd te lopen. Ik heb 3 claymores overleefd, hè. 3. En een 4e of zo waarin ik inloop, dat maakt me dood. Zo geniaal altijd. Maar we hebben gewonnen. Daar gaat het om. Maar je ziet het, AK-74 uur, een heel chill wapen om mee te spelen in Black Ops 1. Je kan er ook Extended Max op zetten als je dat chiller vindt dan de Rapid Fire. Maar het ligt er natuurlijk net aan wat voor game ook speelt. Als je Ground War speelt, zou ik aanraden Extended Max, want er komen er meer enemies naar je toe. En als je dus Free For All speelt, raad ik aan Rapid Fire, zodat je gewoon lekker snel die enemies kan droppen. Maar, bedankt voor het kijken mensen, vergeet alsjeblieft niet te liken voor meer natuurlijk. En tot de volgende keer maar weer mensen. Bye bye.